Twee verschillende ondernemers ontmoeten elkaar voor het eerst. Waarin lijken ze op elkaar en wat doen ze anders? Rabobank presenteert Kennismakers. Hi, Hajo, Hajo Rijders. Frans Verrooyen. Frans is eigenaar van Silotrade, een bedrijf dat milieuvriendelijke houtbescherming verkoopt. Hajo is eigenaar van Pretty Plastic, een onderneming die duurzame bouwmaterialen produceert. Maximale winst maken en toch oog houden voor mens en planeet is onmogelijk. Oneens. Absoluut oneens. Sterker nog, we moeten maximale winst laten vervallen. Dat gaat niet meer. Ondanks regelgeving zijn er genoeg mogelijkheden om te innoveren. Ja, je moet door een muur heen. Pas dan kun je innoveren. En je moet zeker niet terugvallen op regeltjes, want dan kun je niks nieuws bedenken. In deze aflevering een gesprek over omgaan met wet en regelgeving. Voor virgin plastic, zoals dat zo mooi heet, dus nieuw PVC, is alles helemaal gecertificeerd. Ja. En zo gauw als je dan zegt, ja, maar nu heb ik gerecycled PVC, dan zien ze dat ineens als een... meteen als een nieuwe grondstof. En dan de investering die je moet doen om dat allemaal gecertificeerd te krijgen. En met name ook dat proces. Want dan moet je kijken naar normen, je moet kijken naar regelgeving. Nou, dan moet je dan een hele hoop tijd instoppen. En dat is wat ik al aangaf, learning by doing. Ik moet zeggen, wij hebben nog een iets ander probleem ook. Wij hebben een levend product. Want wij gebruiken in die coating een schimmel. Wij werden uitgenodigd bij, let op, het CTGB, College Toelating Gewasbescherming en Biociden. En ze zeggen, meneer Verrooyen, ik heb slecht nieuws voor u. U bent een biocide. En daarmee val je echt in de meest verschrikkelijke regelgeving die er is. En op die manier worden eigenlijk, want wij weten innovatie zit bij het kleine bedrijf en niet bij het grote bedrijf, worden heel veel innovaties buiten de markt gehouden en blijven maar doen wat we deden. Ja. En dat helpt niet. Waar ben je nu? Ben je al op de markt? Kun je al verkopen? Ja, ik stond ook op de Dutch Design Week. Daar begon ik dan 2014, 2015. En onze klanten zijn ook architecten en bevlogen particulieren. Dus wij zijn er toch een beetje mondjesmaat gaan verkopen. Ook vanuit die filosofie dat die markt zo conservatief is dat je moet laten zien dat jouw product werkt. Ja. Je moet dus die barrières wegnemen voor die bedrijven die eigenlijk al hun ziel en zaligheid, want dat is volgens mij het allerbelangrijkste, die hun ziel en zaligheid stoppen in het ontwikkelen van die nieuwe producten. En die moet je de ruimte geven. Ja. En niet elke keer die teruggooien in hokjes rondom regelgeving. Dat wij gaan doorbreken in Duitsland en niet in Nederland. En je zou toch zeggen Duitsland conservatief, maar dat valt dan, wat jij zei al, ze zijn een stuk verder. Help je dat ook? De grap is dus dat onze nieuwe façadetegel valt eigenlijk onder het regime van een traditionele houten shingle. Dus eigenlijk is dat een U-bocht in regelgeving, waardoor wij wel de ruimte krijgen om in Duitsland dat product wel te gebruiken. Het zit nog een beetje in het ondernemertje dat je denkt, nou, hoe ga ik het oplossen? En toen hebben we een aantal dingen gedaan. We hebben eigenlijk alles zo'n beetje afgestoten. Dus als we wat deden, kochten we het elders in, zodat we een hele lage burn rate overhielden. Ik ben zelfs kantoor aan huis gaan houden. Kost niks. En zodoende creëerden we tijd om eens goed na te denken voor, over oplossingen om aan die regelgeving te voldoen. Ja. Of wat wij hebben gedaan, eromheen te werken. Iedereen natuurlijk begint met zijn product en denkt van dit is zo'n wereldproduct en dit verandert de wereld. Dat is allemaal waar. Ja. Alleen voordat dat zover is, ben je echt een aantal jaren verder. Veel geld inderdaad in bewijsvoering en testprojecten en partnerschappen. En weinig geld in kantoor, meubilair en andere fancy dingen. Ja. Want die zijn hartstikke leuk, maar niet als je begint. En ben ook niet bang om in de spiegel te kijken. Want niet iedereen is een ondernemer. En je moet echt alles erin stoppen wat je hebt. Zowel financieel als qua energie, als qua innoveringsvermogen en pas dan gaat het lukken. Mooi zou het zijn als we over 5 jaar op een grote tentoonstelling naast elkaar staan en zeggen, goh, we zijn nu toch een leidende partij in de markt. Als ondernemer kun je zoveel leren van andere ondernemers. En alleen maar in je kokonnetje blijven zitten is bijna een recept voor mislukking. Ik zou zeggen, zoek zoveel mogelijk andere ondernemers op. Leuk om elkaar ontmoet te hebben. Ja, en een vervolgafspraak lijkt me gaan we doen. Dankjewel. Ja. Ja. Wederzijds. Ondernemers helpen elkaar verder. Waardevol voor jouw bedrijf en goed voor ondernemers in Nederland. Kijk voor meer tips en informatie op rabobank.nl/groei.